Buddy. Pap, je wilde me spreken? Dat klopt. Bree, ik weet niet of het heel handig is om dat feest te geven. Pap, dat feest heb ik al maanden gepland. Ik kan het echt nu niet meer afzeggen. Je kan toch ook gewoon wat leuks met Fort gaan doen? Nee, pap, je snapt het maar niet. Je wilt het maar niet snappen. Ik wil ook gewoon een keertje een normale tiener zijn die feestjes geeft en gewoon leuke dingen doen. Ik blijf niet altijd je kleine meid. Uh-oh, hopelijk kom ik op een goed moment. Oh, daar heb je Fort. Ik doe de deur open. We hebben het er later nog wel over, Spree. Ik ben echt blij dat ik Spree weer na een lange tijd zie. Hey, Fort. Hey, Spree. Kom binnen. Hey, papa John. Lang niet gezien. Hey, Fort. De ideale schoonzoon. Dat ben ik. Maar niet omdat je zoveel geld hebt. Nou, Fort, misschien moet jij maar eventjes met mijn vader praten om hem toch over te halen dat ik toch mijn feestje mag geven. Je mag toch wel een feestje geven? Ik ga heel snel eventjes naar boven wat uit de kast pakken. Ik kom er zo aan. Niet hier, waar ligt het nou? Oh ja, in de kast natuurlijk. En allemaal gasten die zijn uitgenodigd. Het wordt een groot feestje. Zij maar goed op haar let. Nou, wij gaan nu even een wandeling maken, hoor. Oké, Spree, ja, maar wel pap, wel voor het donker thuis zijn, mobiel bereikbaar zijn en niets van vreemden aannemen. Ik weet het toch? Goed, Spree. Leuk je gezien te hebben, Fort. Insgelijks. Maak je maar geen zorgen. Ik ben er weer voor je het weet. Nou, Fort, ik ben blij dat je er bent. Sinds dat ik door Raven aangevallen ben, wil mijn vader me niet meer alleen over straat laten gaan in het donker. Fort, dit had ik echt eventjes nodig. Een één-op-één momentje met jou. Ik ook met jou, Spree. En ik heb een verrassing voor je. Want de dag na je verjaardag gaan we naar Paradise Palms. Naar Paradise voor mijn verjaardag? Meen je dat? Ik ben er nog nooit geweest. Ik heb er altijd al naartoe willen gaan. Ik weet echt niet hoe ik je moet bedanken, Fort. Zo, mijn verjaardag. Ik ga maar eens eventjes naar beneden. Wat hoor ik nou eigenlijk allemaal? Ik hoor allemaal rare geluiden. Surprise! Wat is dit dan? Gefeliciteerd, schatje. Pap? Gefeliciteerd! Mam? Hebben jullie dit speciaal voor mij gedaan? Jazeker. En dan nog wat. Je feest gaat vanavond gewoon door. En we hebben nog een cadeautje het voor je. Het kost heel veel wc-brillen. Een hoop spaargeld. Maar wat kan dat dan zijn? Loop maar heel even mee. Ik ben benieuwd wat ik ga krijgen, want ik krijg elk jaar van mijn moeder weer een wc-bril van haar werk die ze gratis uit haar kerstpakket krijgt. Dus, we shall see. Omdat je in Fortnite vanaf alle leeftijden mag rijden, hebben je moeder en ik speciaal de nieuwe Fortnite Llama voor je gekocht. Helemaal nieuw! Wow, wat een nieuwe Fortnite Llama voor mij gekocht voor mijn verjaardag? Meen je dat? Wow, te gek! Dank jullie wel! Ik ga gelijk een stukje rijden. A few moments later. Ik ben weer terug, ik was eventjes een tijdje weg. Ik hoop dat we verzekerd zijn. Oh, sorry pap. Pap, mam, zagen jullie mij? Zagen jullie mij de hoek om scheuren? En raad eens wat, ik ging echt 100 km per uur voor lesje huis. Ik bedoel, ze zal wel jaloers zijn als ze ziet. En wat zou Fort er wel niet van vinden dat ik een eigen auto heb? Pap, mam, super erg bedankt. Ik ben er echt zo ontzettend blij mee. En pap, sorry nog van gisteren. Ik moet niet zo boos tegen je. Het is een goed Spree. Maak er een leuke avond van. Dat zal ik zeker, pap. Ik hoop dat Spree de leukste verjaardag ooit krijgt. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Wow, DJ Yonder op mijn verjaardagsfeest? Fort, je bent te gek. Weet ik toch. Deze is voor jou, Spree. Birthday girl. Fort, ik heb de tijd van mijn leven. Gelukkig maar. Laat je beste llama moe zien. Oh, en dit is trouwens geen zelfpromotie hoor, maar voor 20.000 V-Bits ben ik een uurtje te huur. DJ
Jonner, je doet het echt heel goed. Zo, even de muziek zachter zetten. Fort, ik ben er! Daar zou je spray hebben. We zullen moeten haasten, want er staat een hoop op de planning. Het eerst in mijn leven naar Paradise Palms gaan, waar normaal altijd alle bekende en rijke mensen naartoe gaan die superveel V-Bucks hebben. Hé, hey, spreek je van me. Hi, Fort. Daar gaan we. Ik heb superveel zin in, Fort. Ik heb mijn zwemkleding, zonnebrandcreme, EHBO-doos, spuitbus en fototool shield mee. Nou, het laatste stukje moesten we dan met de bus. Maar kom op, Fort, het was toch niet mijn schuld dat de lama's tegen mijn auto aankwamen? Nee, het was niet jouw schuld. Wow, dit is ons verblijf? Jazeker, dit prachtige verblijf is de komende 23 uur van Hotel ons. Hotel 23, waar staat dat eigenlijk voor? Omdat het natuurlijk 23 uur per dag beschikbaar is. Snap je dat dan niet? Ah, oké, ik snap het. Fort Fame, vergoede dagen, slechte dagen in ons Hotel 23. Hi, welkom, Fort Fame hier. Hoi, welkom. Hallo, ik ben Spray. Oh, hallo Spray. Omdat ik natuurlijk Fort Fame ben, heb ik de belangrijkste kamer die er is. Ik zal even jullie kamersleutel pakken. Een foto en handtekening, dat komt later wel hoor. Nee, dat hoef ik niet. Lopen jullie maar met mij mee. Het is de bovenste etage. Fort, ben je hier trouwens ooit eerder geweest? Ja, al een paar keer hiervoor. Met andere meisjes? Misschien. Voilà. En mochten jullie nog vragen hebben, dan zijn we uiteraard 23 uur per dag beschikbaar via de servicebalie. Dat moet wel goed komen, dankjewel. Wow, Fort. Deze kamer is echt super groot. Net zo groot als mijn denkvermogen. Zelfde keuken, een bank. Huh? Schilderijen, een hoog plafond. En jij weer. Hoi. Wow, zelfs het uitzicht. Je kan gewoon heel Paradise Palms vanaf het balkon hier zien. Wow, het is best wel hoog nog, maar het is zeker een heel mooi uitzicht. Zeg, Fort, wat gaan we doen? Zullen we het zwembad anders even uitchecken? Ja, laten we zeker even bij het zwembad gaan kijken. Fort, moet je het zwembad zien? Het ziet er echt te gek uit. Pas op, ik ga je in het water. Hé, wat doe je nou? Ik viel bijna in het water. Hé, wie is die mooie meid daar aan de overkant? Ik zal je eigenlijk terug moeten pakken, meneer Macho. Hoe bedoel je? Hier, daar ga je. Wat gebeurt daar dan? Oelala. Ik kan u alleen helpen als u in gevaar bent. Help, ik kan niet zwemmen. Niet waar, je hebt alle zwemdiploma's. Sorry Fort, het was niet de bedoeling om je in het water te gooien, maar je ging net echt even een stapje te ver. Het is al goed hoor, we gaan nu eventjes een stukje karten. Ja, leuk. Ja. Weet je wat Fort, ik maak me alvast klaar, ga helemaal alvast naar beneden, kom ik er zo aan. Zo, Fort, waar ben je? Wow, wat? Wacht, zie ik dat nou goed? Shadow? En Whiplash? Huh? Maar? Ik heb zoveel zin in die date vanavond. Ik vind jou leuk. Ik jou ook. Ja, nu eventjes niet. Jullie clever gedoe boeit me eventjes echt niet, oké? Ze heeft een relatie met iemand anders. Ze gaat vreemd. Oh, als mijn vader dit hoort. Ik zal hem toch een berichtje moeten sturen. Mijn vader verdient de waarheid. Hey, ik heb een berichtje van Spray, hè? Huh? Maar wacht eens even. Shadow gaat vreemd? Huh? Ja, Drift. Ik ken je al zo lang, maar ik drift veel beter dan jij doet. Laat maar aan het zien wat je kan. Hey, ken ik jou? Oh, hallo.
Zo, daar hebben jullie niet voor terug, hè? Indrukwekkend, voor. GG, snelle tijd neergezet. Dank u, dank u, dank u wel. Ik ben Fort van goede dagen, slechte dagen. Kijk, Fort, kijk. Ik zei toch dat ik er goed in was? Ik raak letterlijk alles. Dit meen je niet. Hoe kan je er zo goed in zijn? Ik mis alles en jij raakt alles. Ja, Fort. Ik denk dat ik gewoon een heel goed richtingsgevoel heb. Zo, Fort. Fort, kijk dan. Kijk en leer. Kijk en leer, Fort. Van mij zal je nog een hoop kunnen leren. Dit was zo makkelijk voor mij. Oh, nee, hè. Dit doen we niet nog een keer, hoor. Wat geweldig, Fort, dat je speciaal helemaal voor mij deze excursie geboekt hebt. Want ja, we zijn natuurlijk alles allebei gek van dino's. Mijn kleine dino. Hey, Fort, moet je mij zien? Ja, ik zit bovenop een dino. Fort, moet je die tanden zien? Daar wil je niet met je hoofd in vastzitten. Ik heb ook scherpe tanden. Oh, kijk, hier heb ik een skin van. Blivet! Huh? Shadow? Wat doe jij hier? Was je niet in Paradise Pond? Lash is met mijn tweelingzus in Paradise Pond. Heb jij gezien? Lash is met jouw tweelingzus in Paradise Pond? Met jouw tweelingzus? Ja, mijn tweelingzusje lijkt sprekend op mij. Jouw vader reageert niet op mijn berichtjes. Nee, je dat nou? Mijn vader reageert niet op je berichtjes. Ja, geen enkel berichtje. Misschien gaat het niet goed okay, met hem. Oké, ja, ik moet er eventjes vandoor gaan. Ik heb haast. Ik heb nog een hoop te doen. Doei, Shadow, zie je snel. Is goed, Spray. Zeg dat hij mij gaat bellen. Oh mijn god, oh mijn god. Het was dus een tweelingzus. Ik moet snel naar mijn vader toe. Dit is niet te geloven. Ik moet het snel rechtzetten. Pap. Pap. Pa. Ben je thuis? Niet in de woonkamer. Misschien is hij in de keuken. Ook niet in de keuken. Hij is vast op zijn slaapkamer. Pa. Pap. Oh mijn god, hij is ook niet hier. Oh, wat heb ik aangericht? Oh, waar kan hij toch zijn? Dit meen je niet. Misschien is hij in de tuin. Ook niet in de tuin. Oh, ik moet dit echt heel snel gaan oplossen. Ik moet dit echt gaan oplossen. Voordat ik straks echt iemand zijn hart heb gebroken. Ik heb er een zooitje van gemaakt. Snel terug naar Shadow. Ze is vast nog thuis. Zo, oké. Ik sta geparkeerd. En nou snel haasten. Shadow, Shadow, ben je thuis? Shadow, ben je er nog? Shadow? Oh, sorry van de bel. Die bel is toch Shadow, kom mee. Wat is aan de hand? Ik leg het in de auto wel uit. Het is een noodgeval. Een noodgeval, ik ben aan de weg. Ik ga liever met Battleboost als ik jou zie rijden. Nou, ik rij al een dag en ik heb pas 2 lames aangereden en mijn vader gekneusde knie bezorgd. Gordel om. Zo, even mijn nieuwe script doornemen voor mijn nieuwe serie, hoor. Fort, ben je hier? Spray, wat doe jij hier? Fort, je moet echt meekomen. Het is echt een noodgeval. Ik heb een grote fout gemaakt. Of tenminste, het was een misverstand. Wat is er aan de hand dan? Kom er mee, ik vertel je alles in de auto. Ik kom eraan. Hallo Fort, Spray, dat is een stoute meisje geweest. Nou, ik zal het je dus uitleggen. We waren dus in Paradise Palms, of tenminste, ik was in Paradise Palms. En jij wachtte op mij, tenminste, we gingen naar de kartpijn en jij zat op mij te wachten. En ik liep dus naar buiten en toen dacht ik dat ik Shadow zag. Ja, niet maar het was eigenlijk Shadow, niet Shadow, het was eigenlijk Shadow's tweelingzus, Brilliant. En ja, Brilliant stond daar met iemand te flirten, maar Lash was er ook bij, waardoor ik dacht dat het Shadow was. En toen had ik mijn vader een berichtje gestuurd dat Shadow vreemd ging, waardoor mijn vader overstuur was en niet meer te bekennen is. Hij reageert niet op zijn berichtjes, niet op zijn appjes, hij reageert nergens op en hij reageert nu ook Shadow. En dat is dus het probleem. We moeten mijn vader vinden. Dat was de liefde van mijn leven. Ik dacht nooit dat ik die man zou zien huilen. Johnny, mijn liefling, Johnny. Jerry, ben jij dat? Goedendag, slechte dagen in real life dit. Nu gaat het komen. Jazeker, mijn liefling. Er was een misverstandje. Wat voor misverstand? Nou, pap, ik kan het uitleggen. Het was allemaal mijn fout. Ik dacht dat ik Shadow zag in Paradise Palms, maar het was eigenlijk haar tweelingzus. Brilliant. Het spijt me zo. Maak het alsjeblieft gewoon goed. Fort, kom mee. Ik wil je ergens naartoe brengen. Waar naartoe dan? Ja, naar de plek waar ik je voor het eerst ontmoet heb. Oelala. Ja, gekkie man, je bent terugbellen, ik niet ontsnappen. Ik maakte me echt zoveel zorgen. Er is geen vrouw in Fortnite die ik liever heb dan jou, Shadow. Kijk eens aan, we zijn er.
Hier heb ik je voor het eerst gezien. En ik ga gelijk weer eventjes wat sprayen, want ik heet natuurlijk niet voor niks spray. En voilà, zet ik dit ook nog eventjes op. En natuurlijk de laatste, wat er natuurlijk ook bij past. Want ik heb natuurlijk nieuwe sprays gehaald. En Fort, wat vind je ervan? Prachtig, dat heb je weer heel erg goed gedaan. Ah, dank je Fort, jij bent ook prachtig. Maar, trouwens, er is nog één ding, wat is echt grappig. Of tenminste, kom eens mee, kom mee. Ik kom eraan. Je moet het zien. De burgertent gaat namelijk weg, want het zit vol met kakkerlakken. Maar, ja, ik heb je wel hier voor het eerst ontmoet. En Fort, ik wil toch echt even tegen je zeggen dat jij de meest speciale persoon in mijn leven bent. Jij ook voor mij, Spree. Fort, van mij krijg jij een kusje.